Meneer Van Braag, vanavond een bondsvergadering van de KNVB en niet tenminste een hele bijzondere, want u heeft vandaag voor de laatste keer de bondshamer vastgehad. Ja. Wat was het voor avond? Nou, de vergadering zelf was eigenlijk een beetje een routinevergadering, omdat heel veel van de dingen die op de agenda staan worden al in de secties besloten. Maar ja, A, het was hier in de arena, dat vond ik natuurlijk wel mooi. B, het was mijn laatste vergadering, ik zou het overdragen aan Just. En ik weet niet wat er vanavond nog meer gaat gebeuren, dus het was al een beetje een nerveuzige toestand, want ik ben namelijk heel nieuwsgierig, ja. Ik wil het allemaal heel graag weten. Dus ja, het was voor mij nu al een onvergetelijke avond. En dat, het feit dat ik erelid ben geworden van de KNVB, erelid, dat zie je dat geven, dat out of this world. Dat had u ook niet verwacht, hè? Nee, dat had ik niet verwacht. Nee. Wat is de mooiste herinnering die u heeft? De mooiste herinnering is niet zozeer een voetbalwedstrijd, hè, want dat ligt erg voor de hand. Maar mijn mooiste herinnering is dat de hele KNVB, hè, alle afgevaardigden hier, maar ook alle medewerkers, echt schouder aan schouder zijn gaan staan om racisme en ongelijkheid en pesten en homofobie en noem het allemaal maar op, om daar nou eens echt wat aan te gaan doen. Hè? Ja. En dat wij de eerste bond waren die op de Gay Pride met een boot stonden. Weet je? Ja. Dat wij echt gewoon dit nu serieus hebben opgepakt en er ook mee doorgaan. Mijn opvolger gaat dat ook doen. Want je moet preventief aan de gang, vooral bij de jeugd, om ervoor te zorgen dat discriminatie de wereld uitgaat. Is dat ook uw grootste zorg voor de toekomst? Nou, dat is mijn grootste zorg voor de maatschappij ook. En je merkt ook dat in deze wereld mensen een enorm kort lontje hebben. Ja. Als ik op Twitter wel eens wat zeg, nou, dan gaat het meteen, staat het in de fik. Je wordt uitgescholden voor alles. Ja, ik kom uit een generatie waar dat niet zo gebeurde. Dus het wordt voor bestuurders steeds moeilijker manoeuvreren. Omdat iedereen van alles vindt. En ik ben zelf, ik ben de eerste die Twitter had, hoor. Dus ik vind het fantastisch. En al die social media, geweldig. De snelheid waarmee tv werkt. Alleen het onderlinge respect en mensen in positie houden, dat is wel eens vaak weg. En dat is een grote zorg. Ja. Gaat u het missen? Ik ga het werk van als bondsvoorzitter ga ik waarschijnlijk wat minder missen. Want ik vind 11 jaar wel heel erg lang. Maar ik ga heel veel mensen binnen de KNVB enorm missen. En ook heel veel mensen die hier vanavond in die bondsvergadering zitten. Met wie ik een goede relatie heb opgebouwd. Maar ik heb inmiddels alweer op hun eigen uitnodiging. Ga ik straks in februari, maart weer naar ze toe. Maar alleen maar voor de gezelligheid. U heeft ook nog wel eens aan tafel gezeten. Ja. Leon Derksen, Wilfred Gené, René van der Gijp. Nou, ik wil graag René en ook Johan en Wilfred wil ik ook graag bedanken. Want 3 jaar geleden had ik een hele moeilijke periode met 21 onthoudingen. En toen hebben ze mij toch het podium gegeven om mijn verhaal te kunnen vertellen. Ja. Ik kreeg zelfs 40 minuten. En René van der Gijp moest zelfs in de kleedkamer bij me zitten, want ik zat op zijn plaats. Nou, waar vind je het nou dat en dan zei Johan helemaal, ja, maar als de bondsvoorzitter mij belt, wie ben ik dan om dat niet te doen? Maar ze deden het toch maar, weet je wel. En ik vind dat gewoon toffe kerels. Dank u wel. Mag ik u bedanken? Ja, bedankt. Bedankt. Het gaat u goed. Het gaat goed. Dank u wel. We hebben een app. Dat mag u niet missen, hè. Download hem nu voor leuke video's en het allerlaatste voetbalnieuws.